De start is gevallen, de paarden zijn onderweg en het is na de start als een pijl uit een boog vertrokken Baldacci. Baldacci neemt de leiding en die brengt het veld zo dadelijk de rechte lijn weer in. Daarachter is een strijd om de betere ereplaatsen op dit moment, uitgangsposities beter gezegd. Waarbij aan de buitenzijde dan rond de huizen naar voren komt zo te zien Dennis Minnema met zijn Scooby-Doo. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune en het is daar dat Scooby-Doo Baldacci onder druk zet en die doet dat met nog twee rondes te gaan. Scooby-Doo op de tweede plaats, Baldacci en daarachter volgt dan aan de binnenzijde nog altijd die Wim van der Mespel met zijn nummer 2 Yannick Merro. Dan Jos Kat en aan de buitenzijde hebben we te maken met een opkomende Badia. Zit weinig rust in de koers. Verder weg hebben we dan aan de relingzijde Apache Diem. Dat is de volgorde als de deelnemers dan weer aan de overkant van de baan zijn en in een aardige uitgangspositie. Zo ongeveer in zesde stelling vinden we ook Bingo en Ruud Pols terug. Deelnemers gaan op weg naar de verre linkerbocht en het ziet er voor ons nog goed uit wat Scooby-Doo laat zien. Heeft een 2,5 lengte voor op de tweede plaats. Hebben we dan op enkele lengte Baldacci. En achter Baldacci sluiten de overige deelnemers aan als we zo dadelijk in de rechte lijn komen. Onder aanvoering van paard nummer 2 Yannick Merro. Achter Yannick Merro Jos Kat. Bingo meldt zich aan de buitenkant. En dat is de situatie als we afkoers op de laatste ronde. Ook goed daar nog altijd bij Badia. En vanuit de start van het veld gaat zich ook melden Adelaide Boko. Deelnemers zonder de bocht gaan op weg naar de overkant van de baan. Doen ze voor de laatste maal en het ziet er goed uit wat Scooby-Doo laat zien. En ik heb ook het vermoeden dat hier weer een toptijd uit de bus gaat rollen. Scooby-Doo, Yannick Merro aan de buitenkant. Op de derde plaats is het dan Baldacci en de vierde plaats erachter is voor Bingo. Adelaide Boko probeert vanuit het achterveld naar voren te komen. Maar het valt niet mee, want het tempo van Scooby-Doo is moordend hoog aan kop van het veld. De dochter van Good Mals Wood uit Just Nora is inmiddels 8 jaar oud. Maar laat hier ongelooflijk veel mooie dingen zien. We gaan af op de laatste rechte lijn met Scooby-Doo die op dit moment als een winnaar gaat. Maar die laatste rechte lijn is in principe niet lang, maar wel als je stilstaat. En daar komt aan de buitenzijde dan de aanval van Adelaide Boko. Het wordt een groot succes voor de stal van Krebas, maar de winnaar is nog niet bepaald. Maar nu wel, want Scooby-Doo houdt gewoon stand. Het is de 6 voor de 7, de 2 en de 11 en dat is voorlopig. Het is alweer Stal Krebas, het is alweer Huug van Dijk, maar het is deze keer een andere piqueur. Dennis Minnema, hij wint met Scooby-Doo, de 8-jarige bruine Mary van Good Mals Wood uit Just Nora. Duits gefokt in bezit van Huug van Dijk, trainer dus Bas Krebas in de Zulky Dennis Minnema. En daar zijn de gebroeders van Dijk als eerste bij Dennis Minnema. De bloemen volgen daarna en Wim Huibers doet zijn werk als fotograaf voor Draf & Rensport. Ja, Dennis, altijd even afwachten natuurlijk, nieuw paard aan stal, maar dit was tamelijk imponerend, 17-3. Ja, het was altijd al goed paard, maar het is niet de makkelijkste, hij is heel heet. En ik kon nu gelukkig aardig rustig houden voor de koers en onder de koers was je ook aardig goed regelen. Maar voor het mooie rijk iets te hard, dus op de finish heb ik niet zoveel over. Nee, oké, maar dat was geen schande, het is ook een tamelijk warme dag vandaag, laten we dat niet vergeten. We gaan in de handen, dames en heren, voor mooie winnaars van restaurant Johannes of Quartet. Wat een mooie dag ook voor Huug van Dijk, hij ziet zijn tweede paard naar een mooie lage 17 lopen. In dit geval geldt het voor Scooby-Doo en Dennis Minnema.